Ja, dat lijkt raar. Maar dit is echt de manier waarop wij allemaal onze omgeving bekijken. Deze demo over uitlegtechnieken doet twee dingen. A, deze titel uitleggen. En B, je daarna laten ervaren wat macula degeneratie met iemand doet die deze aandoening heeft. Je macula of gele vlek is een kleine plek op je netvlies waar extra veel lichtgevoelige cellen opeengepakt zitten, veel meer dan in de rest van je netvlies. Daarom kun je kleine details alleen binnen de macula goed en scherp waarnemen. En precies dat is dan ook het middelpunt van wat de ooglens op je netvlies projecteert. Ik laat je dat nu ervaren met twee kleine testjes. Als eerste, kijk heel precies naar deze rode cirkel. En blijf naar diezelfde plek kijken als erachter, heel kort, een foto in beeld komt. Het woord kwam midden in je macula binnen. Kon je het lezen? En de rest van de afbeelding? Wat kun je daarover vertellen? Dat zal wel vaag blijven. En als tweede testje, je ziet het woord opnieuw. Kijk weer uitsluitend naar de plek van de rode cirkel, maar let nu op het woord dat rechts ernaast zichtbaar is. Kijk er niet naar. Kun je het woord dan lezen? Ik hoop dat je ervaart hoe klein je eigenlijke scherpe blikveld dus maar is. Alles daaromheen, in de periferie, neem je ook wel waar, maar zonder dat echt te zien. Dat andere waarnemen heb ik voor de uitleg uitgebeeld met onscherpte. Die is er in werkelijkheid niet, maar het is anders niet in beeld uit te drukken. Als je dus jouw hele omgeving wilt waarnemen, zul je moeten scannen. Is eigenlijk net zoiets als lezen, maar dan chaotischer. En je doet dit de hele dag, onophoudelijk en volautomatisch, met je twee wonderbaarlijke minicameraatjes. Nu naar het B-gedeelte van deze video over maculadegeneratie, ofwel het minder goed gaan werken van je gele vlek. De achteruitgang ervan begint in het midden en gaat heel langzaam. Op de aangedane plek verwerken je netvliescellen het binnenkomende licht niet meer en dat aantal neemt langzaam toe. Nou zie je in de verte iemand aankomen die precies lijkt op een bekende van je. Maar even goed kijken, dat gaat dus niet meer. Want je bent, afhankelijk van de grootte van je aandoening, verplicht om hem naar de periferie te schuiven. En ja, zoals je hiervoor ervaren hebt, daar is geen detailwaarneming mogelijk. Bedenk bij alle voorbeelden hierna dat jouw kijkrichting in het echt Permanent vastzit binnen je macula vlek. Probeer in deze video dus alleen naar die vlek te kijken. De aandoening maakt patiënt onzeker in sociale omgang. Ook gezichtsuitdrukkingen in een gesprek kunnen ze niet meer zien. Of toetsen bij de pinautomaat. Of dingen waarnemen in het OV en het verkeer. Het is zo heel vermoeiend kijken. En brengt spanning met zich mee. Deed ik het goed wat ik niet helemaal zag? Heb ik iemand genegeerd die naar me zwaaide? En hoe ver gaat deze kwaal nog door? Ik hoop dat ook deze uitlegdemo weer iets bijdraagt aan meer kennis en meer begrip voor iedereen met een aandoening.